Hoi, dit is de weekendverwachting voor 25 en 26 februari. Ik heb weer twee kaarten getrokken uit twee verschillende kaartspellen. Voor zaterdag uit de Magische Wegwijzers van Colette Baron-Reid. En voor zondag uit het Gaia-orakel van Tony Carmine Salerno. Ik kies twee verschillende kaartspellen om de energie een beetje gescheiden te houden. Dat is de enige reden. Ik kijk uiteraard wel altijd naar het verband tussen de twee kaarten. Op zaterdag krijgen we uit de Magische Wegwijzers de kaart Woestijn. Je ziet het, het is een droge bende, ook heel erg eenzaam. En deze dame, die, of ze is onderweg naar iets, of ze laat iets achter. Dat is even de vraag voor dit moment. De reden dat deze kaart verschijnt, is bijna te toevallig om niet toevallig te zijn, want aanstaande zondag is het nieuwe maan. De woestijn is een erg droge omgeving en het water in de woestijn kan vaak ook pas op grote diepte worden gevonden. Met andere woorden, vertaal je dat naar je eigen persoonlijke leven, dan lijkt het op dit moment dat het leven je allerlei kansen biedt die helemaal nergens toe leiden. En inspiratie, oplossingen, verbeteringen, ideeën hoe het allemaal anders kan, die ontbreken. En deze kaart die laat eigenlijk vooral zien dat het morgen zaterdag een mooie dag is om, om je terug te trekken in jezelf. En nog eens even heel diep te graven naar wat er is. En mocht je niet meteen het antwoord hebben, dan is dat helemaal geen probleem. Laat dan wel vooral achter wat je niet meer nodig hebt. Dat voor de zaterdag. Voor zondag krijgen we het Magische Bos. En het Magische Bos die staat juist voor die nieuwe maan van zondag. Sta open voor nieuwe avonturen, nieuwe mogelijkheden. Laat langzaam de inspiratie opborrelen uit dat niets van zaterdag. Trek geen conclusies. Pak ook je koffers nog niet meteen in. Doe het gewoon rustig aan. Laat het allemaal een beetje ja, opborrelen, zou ik bijna willen zeggen. Noteer dingen die je per se wil onthouden. Maar niet dwingend. Dus zorg dat je een schrijfboekje bij de hand hebt om eigenlijk elk los ideetje even te noteren. Zodat je er op een later moment op terug kan komen. Nou, kijk je dus naar beide kaarten, hoe ze met elkaar in verband staan. Dan is het natuurlijk dat je hier het oude loslaat en hier met iets nieuws begint. Dus dit weekend wordt een mooie afsluiter van de oude maan en het begin van de nieuwe maan. Ik wens je een heel fijn weekend.